Kijkers, goedendag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Vandaag ga ik in gesprek met de heer Henk Redmond. Meneer Redmond is directeur van de stichting Father Mother Figure Suriname. En dat is een mond vol en daarover gaan we praten met hem vandaag. Deze stichting timmert namelijk al een paar jaren aan de weg. En ik ga ervan uit dat ze tot nu toe goede resultaten hebben bereikt. Meneer Redmond, welkom. Dank u wel. Father, Mother, Figure, Suriname. Hoe bent u op die naam gekomen? Ja, eigenlijk heeft de naam te maken met de rol van een vaderfiguur. Mm-hmm. Ja, en de rol van een moederfiguur. Wat ik merkte is dat er een gebrek is aan goede rolmodellen. Okay. En vandaar dat wij de naam bedacht hebben, Father, Figure, in eerste instantie. Mm-hmm. Ja, een vaderfiguur die naast het gezin staat. Mm-hmm. Ja, en later is er een vraag gekomen van dames, die wilden ook meedoen. Vandaar de naam is veranderd naar Father and Mother. Mother Figure. Oké. En wat is het doel van deze stichting? Ja, het doel is om jongeren te coachen. Jongeren die worden aangemeld vanuit de scholen. Als er bepaalde problemen zijn op school. Mm-hmm. Kan denken aan leerproblemen, bepaalde vakken. Of gedragsproblemen in de klas, op het schoolplein. Mm. Dan worden ze aangemeld bij Father Mother Figure. Maar door wie? Door de ouders. Dus de ouders die hebben een gesprek met de zorgleerkracht. Mm. Ja, de meeste scholen hebben een zorgleerkracht tegenwoordig. Mm-hmm. En die heeft contact met de ouders en de jongeren om af te stemmen over het probleem. Mm. En de school geeft aan dat er een oplossing is, namelijk een coach van Father, Mother, Figure. Okay. En hoe gaat die coach te werk? Is die op school of is het in een andere omgeving? Dat het kind wordt begeleid. Ja, de coach die heeft als werkterrein thuis bij de ouders. Okay. Ja, de coach doet huisbezoeken. En daarnaast is het ook mogelijk om af en toe naar school te gaan. Mm. Om daar de leerkracht te ontmoeten. Om een keertje mee te draaien in de klas. Om te kijken hoe het gedrag van de jongeren is. Daarnaast kan de coach ook naar de hobby van de jongeren gaan. Mm. Als de jongeren van bijvoorbeeld voetballen houdt, ja, kan de coach een keer gaan kijken hoe die traint, of naar een wedstrijd te gaan. En kinderen vinden het heel leuk als iemand komt meekijken. Echt wel. Ja, en ook de feedback na afloop is fijn. En jullie elkaar beter kennen. Absoluut. Nou, dan gaan we even inzoomen. We gaan nader kennis maken met meneer Redmond zelf. Ja. U bent geremigreerd? Ja, inderdaad. Ik ben een jaar of vier inmiddels geremigreerd. Ja. Ja, gaat heel snel. Uh-huh. Dus 4 jaar geleden ben ik geremigreerd. Ja, ik ben dus geboren in Paramaribo. Mm-hmm. En om 21ste verhuisd naar het buitenland. Mm-hmm. In eerste instantie naar Curaçao. Oh. Dus toen de universiteit dichtging in Suriname. Oh, oké. Want ik wilde weten, wat is de reden dat u wegging? Ja, inderdaad, de universiteit die ging dicht. Mm-hmm. Ik studeerde economie aan de universiteit in Suriname. Mm-hmm. En die ging dicht in de jaren 80. En toen ben ik verhuisd naar Curaçao, waar ik daar door kon studeren op de Universiteit van de Nederlandse Antillen, ja, UNA. Daar kon ik doorstuderen, ik heb daar bedrijfskunde gestudeerd, afgerond en daarna verhuisd naar Nederland. Mm-hmm. Ik heb daar ruim 25 jaar gewoond, gewerkt en sinds 4 jaar weer terug in Suriname. Dan weet u wat de vraag is. Na 25 jaar, waarom bent u weg? Oh ja, vertrokken uit Nederland, omdat ik op een gegeven moment op vakantie ging naar Suriname. Dus ik had besloten om een lange vakantie te plannen, langer dan normaal. Ik ben wel regelmatig teruggekomen naar Suriname, vanuit Nederland. Maar ik wilde iets langer weg, dus ik had gepland 4 weken. Ja, maar na 2 weken had ik zoiets van, ik ga niet meer terug. Oh, wat heeft gemaakt? Ja, ik kreeg een ingeving, heb ik een stem van onze lieve heer. Ja, die gaf aan dat er een aantal grote problemen zijn in Suriname en dat ik hier moest blijven. Dus ik ben nooit meer terug geweest. Echt waar? Ja, inderdaad. Intussen 4 jaar. Ja, inmiddels en, 4 jaar. En door die ingeving bent u ook dus op het idee gekomen om met deze stichting te beginnen? Ja, in feite was ik al begonnen in Nederland, waar ik woonde, Amsterdam. Mm-hmm. Amsterdam Zuidoost, waar er heel veel culturen zijn. Heel veel mensen die met elkaar samenleven, met alle spanningen van dien natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ik heb daar dus 1 jaar of 8 een stichting Father, Mother, Figure gerund. Okay. En toen ik in Suriname kwam, heb ik een nieuwe stichting opgericht,
In Suriname. In Suriname. Ja. En die bestaat dus nu ook al 4 jaar? Ja, inderdaad, bestaat nu 3 jaar. Toevallig deze maand bestaan we 3 jaar als stichting. Hebben we besloten om aanstaande zondag te vieren met alle werkers, alle vrijwilligers. Ja, er zijn ruim 70 mensen die in de organisatie werkzaam zijn. Mm-hmm. Gaan we met de vrijwilligers wat doen, als ze iets teruggeven. Ja, als blijk van dank, waardering voor het vrijwilligerswerk, het liefdadigheidswerk. Mm-hmm. Ik ben heel trots op de mensen die het werk doen. Ja, maar het geen makkelijkheid is om dit te doen. Om liefdevol 1 keer per week met een jongere bezig te zijn. Mm-hmm. En tijd te investeren in de jongeren en door te zetten tot het resultaat bereikt is. Ja. Maar als u een terugblik werpt op de 3 jaren, bent u tevreden? Heeft u inderdaad uw doelstelling bereikt tot nu toe? Ja, inderdaad. We hebben nu ruim 100 jongeren gecoacht. Dus dat betekent dat we al iets hebben neergezet. Mm-hmm. Want we werken wat ze noemen evidence-based. Ja. Dus wij leggen alles vast wat we doen. Dus de huisbezoeken worden vastgelegd. Ja, elk bezoek wordt dus vastgelegd, wordt door de coach aangegeven wat hij gedaan heeft, wat hij bereikt heeft per bezoek. En zo je kan zien wat de ontwikkelingen zijn. Dus jullie merken echt de verandering in het gedrag van de jongeren? Ja, inderdaad. Dus de jongeren die veranderen. Mm-hmm. Waarom is dat zo? Omdat de coach is een neutraal iemand. Okay. Dat zijn mensen die worden gescreend, mm-hmm. Die worden getraind en die worden begeleid. Okay. Dus dat betekent dat de coach er niet alleen voor staat. Wat je vaak ziet in gezinnen is dat de ouder of ouders die staan er alleen voor. Mm-hmm, Met alle gevolgen van dien. Ja, gezien de huidige werkdruk die er is. Ja. Ja, druk van buitenaf. Mm-hmm. Ja, peer pressure die er is. Niet alleen bij jongeren heb je peer pressure. Maar ook bij ouders heb je peer pressure. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk wil meedoen met zaken die anderen ook doen. Met alle gevolgen van dien. Ja. Dus in tijdnood heb je druk. Waardoor de kinderen in veel gevallen worden verwaarloosd. Mm-hmm. Met alle gevolgen van dien. Mm-hmm. Ja. Dus daarom is, inderdaad. Dus daarom is vader en moeder figure nodig. De coach. Dat is iemand die inderdaad een uur à 2 uur per week vrijmaakt. In zijn agenda. Mm-hmm. Om de jongeren te coachen. Mm-hmm. Ja, het is dankbaar werk. Omdat je in feite zaait in de jongeren. Ja. Ja. En wat je zaait, oogst je. Dus dat betekent als je tijd zaait in de jongeren. Dan oogst je ook tijd. Absoluut. Dus dat betekent dat je inderdaad een ander leven krijgt. Die gaat iets teruggeven aan de samenleving. De coaches hebben een baan of een bedrijf. Dus niet iedereen kan coach worden. Daarnaast worden ze gescreend. Ze hebben een verklaring goed gedrag. We willen graag weten of de persoon voor onbesproken gedrag is. Want veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ja, want de persoon komt thuis, hè? Komt thuis bij de ouders. Mm-hmm. Ja, de ouders moeten thuis zijn. We hebben een aantal protocollen, zoals ze het noemen. Ja, de ouders moeten thuis zijn bij een huisbezoek. Ja, want de veiligheid vinden we belangrijk. Ja. Ja, daarnaast is het zo dat de coach heeft een vertrouwenspersoon. Dat is iemand die een soort van mentor is van de coach. Mm. Oh, oké. Okay. Want we hebben een aantal lessen geleerd de afgelopen 3 jaar. Mm-hmm. Want in het begin hadden we nog geen vertrouwenspersonen, hadden we alleen coaches. En wat je merkt is dat de coach is ook een mens van vlees en bloed. Ja, die heeft ook zijn eigen issues. Mm-hmm. Of kunnen dingen ontstaan, gaandeweg, bepaalde problemen, dus op het werk. Ja, dan moet die een andere klankbord hebben. Ja, die heeft een klankbord. Ja, die heeft een klankbord inderdaad. Ja, om zijn of haar ei kwijt te kunnen. Juist. En het is ook leuker om het samen te doen. Mm-hmm. Dat je na het wekelijks feedback krijg van die vertrouwenspersoon. Dat zijn mensen die ruime coachingervaring hebben of een bepaalde achtergrond. Mm-hmm. Denk aan maatschappelijk werk of psychologie, pedagogiek. Maar heeft u ook gecoacht in het begin? Ja, inderdaad. Dus, toen ik in Nederland woonde, heb ik gecoacht. Ik had een Ghanese jongen, 11 jaar, die ik gecoacht heb. Mm-hmm. Dus ik weet inderdaad hoe het voelt om te coachen. Dat is heel leuk, heel dankbaar. Echt, ja, de mensen zijn ook heel blij als je komt. Maar kan het soms voorkomen dat bijvoorbeeld, en vanaf hoe oud moeten de jongeren zijn? De kinderen die wij coachen, die zijn vanaf 8 jaar oud tot en met 18. We hebben een bepaalde doelgroep gekozen omdat wij willen focussen. Dus onze kracht ligt in de focus die we hebben. Dus wij coachen niet alle kinderen. Mm-hmm. Maar alleen kinderen tussen 8 en 18 jaar. Okay, waarom? Dus na 18 worden ze losgelaten. Ja, dus losgelaten inderdaad. Hè, want
We hebben gemerkt dat in die leeftijdsgroep, achter en met 18, de meeste veranderingen plaatsvinden in het leven van de kinderen. Puberteit. Ja, de puberteit inderdaad. Hè. De hersenen die ontwikkelen zich. Ja, ja. En ik heb me laten vertellen dat de hersenen pas echt ontwikkeld zijn als je 35 jaar bent. Er is onderzoek naar gedaan. Dus is op weg naar. Ja, op weg naar, inderdaad. Mm-hmm. Dus daarom is die coaching nodig. Ja, maar waarom ik het vroeg? Is het ooit voorgekomen dat bijvoorbeeld iemand, een leerling... Is het alleen jongens of jongens en meisjes? Jongens en meisjes. Jongens en meisjes. Ja. Dat iemand gecoacht wordt, een paar jaar, en dan zie je toch wel een terugval. Dat komt wel eens voor, inderdaad. Hè? Maar de kans is heel klein. Dat komt omdat we een bepaalde filosofie hebben. Mm. En die houdt in dat mannen coachen jongens. Okay. En vrouwen coachen meisjes. Ah. Dat betekent dat die coaching bestaat uit drie fasen. Dus je hebt een fase 1, dat is een vertrouwensbandfase. Mm-hmm. Daar leren we elkaar kennen. Mm-hmm. We zijn zeker zo'n 4 weken bezig om elkaar goed te leren kennen. Dat er vertrouwen ontstaat tussen coach en de jongeren. Mm-hmm. Dan krijgen we fase 2, is de interventiefase. Mm-hmm. Dan gaan er echt veranderingen plaatsvinden in het leven van de jongeren. Ja, de jongeren krijgen meer structuur, ja, krijgen meer feedback van de coach. Ja, gaat zich ontwikkelen. Mm-hmm. De communicatie wordt beter. Ja, relaties met ouders worden beter. Mm-hmm. Ja, relaties met vrienden worden beter. Okay. Kinderen kunnen betere keuzes maken. En dan krijg je de afbouwfase, fase 3. Mm-hmm. Waarbij iemand in de omgeving van het kind wordt klaargestoomd om de coachrol over te nemen. Okay, dus dat betekent dat de coaching duurzaam is. Dus er wordt wel voor continuïteit gezorgd. Ja, inderdaad. Dus de continuïteit is nodig. Omdat we vinden dat die investering moet inderdaad een rendement hebben. Ja, ja. En als de ouders de stichting hebben bereikt, hoe vindt men eigenlijk de stichting? Ja, op een aantal manieren. De meeste mensen vinden ons via de media. Dat zijn de lokale tv, ja, radio, mm-hmm. ja, de kranten. We hebben ook sociale media. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we goede banden met een aantal ministeries. Okay. Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken. Sport en jeugd, dus die verwijzen ook mensen door naar ons. En de scholen dan? Ja, we werken samen met een aantal scholengemeenschappen, RKBO, EBGS, ja, maar ook openbare scholen van diverse denominaties, dus ook eigenlijk de wakerscholen en dergelijke, werken mee samen. Dus eigenlijk werken we voor iedereen, want we geloven in verbindingen. Ja, we geloven in eenheid. Ja, we geloven in samenwerking. Okay. Dus wanneer de ouders de stichting hebben gevonden, moeten ze betalen of is het gratis? Nee, dus, we onderscheiden ons van andere organisaties, omdat wij dus echt liefdadigheidswerk doen. Dat is vrijwillig. Dus al die mensen hebben een baan. Ja, ze hebben een bedrijf. Okay. Dus die hoeven niet voor het geld te doen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk dat je echt een intrinsieke motivatie hebt om te coachen. Mm. Waarom? Omdat je het anders niet volhoudt. Als je het zou doen om het geld, zou je het niet volhouden. Omdat coaching iets is als een roeping. Mm-hmm. Je moet ervoor geroepen zijn om het te doen. En als je geroepen bent, dan doe je het met heel je hart. En voor de duidelijkheid, de intrinsieke motivatie is motivatie die gewoon van binnen komt. Vanuit je hart. Vanuit je hart. Ja, vanuit je hart. Ja, dat is nodig, omdat je het anders niet volhoudt. Oké, maar u dan? Van, hoe komt u aan geld? We hebben een aantal donateurs, gelukkig. Mm-hmm. Dat zijn organisaties die ons een warm hart toedragen. Ja, bedrijven, je hebt ministeries, mm-hmm. Maar ook personen die doneren. Okay. Ja, als wij evenementen organiseren, want naast die one-on-one sessies mm-hmm. met de jongeren hebben we ook groepsbijeenkomsten. Okay. Ja, trainingen voor ouders, mm-hmm. op het gebied van opvoeden bijvoorbeeld. We trainen jongeren op het gebied van sociale vaardigheden. En we trainen leerkrachten op het gebied van teacher leadership. Nou, dat is breed. Ja, dus de driehoek noemen ze dat. Dat is ook een bepaalde visie. Oh, de driehoek noemen we dat. Dus die driehoek, kinderen staan bovenop. Oh, ik wilde net vragen wie staat er op. Oh ja, de kinderen. Okay. Ja, kinderen staan bovenop. Ik vind het belangrijk. Ja. Ja, maar daar gaat het om in wezen. Precies. Dan heb je de ouders en de leerkrachten. Dus die driehoek. Ja, die bedienen we. Dus we hebben als thema dit jaar de driehoek bedienen. Dat we al die drie groepen gaan bedienen door middel van trainingen, coaching inderdaad. Ja, zodat de mensen inderdaad betere relaties kunnen hebben mm-hmm. En beter kunnen samenwerken. Ja.
Maar met welke problemen worden jullie in het veld geconfronteerd? Wat voor probleemgedrag vertonen de jongeren? Ja, wat we merken is inderdaad dat ze agressief zijn. Oh. Ja, dus een bepaalde boosheid. Mm-hmm. Ja, vaak is er iets gebeurd, ja, thuis bijvoorbeeld, of met vrienden. Ja, je kan denken aan een spanning thuis, tussen ouders bijvoorbeeld. Of een echtscheiding, ja, of een relatiebreuk tussen ouders. Mm-hmm. Ja, dat kunnen kinderen moeilijk verwerken. Ja, het uitzicht in het gedrag, mm-hmm, in de klas bijvoorbeeld. Ja, kunnen ze pesten, ja, afreageren op anderen. Ja. Ja, je hebt daarnaast te maken met een gebrek aan structuur. Mm. Dus er wordt niet regelmatig gewerkt. Er is geen dagindeling. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal tools ontwikkeld. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een dag-weekoverzicht. Waarbij een kind inderdaad laat zien wat hij doet op dagbasis. Okay. Dus per uur, waar is hij mee bezig? Ja, zodat de ouders een goed zicht hebben op waar de kinderen mee bezig zijn. Want we hebben gemerkt dat heel veel ouders niet precies weten waar de kinderen mee bezig zijn. Ze weten niet eens waar hun kinderen zijn. Ja. Laat staan waarmee ze bezig zijn. In die zin zijn we dus een organisatie die, we hebben een open communicatie. Mm-hmm. Ja, we vinden dat mensen een ei kwijt moeten kunnen. Ja. Vanaf we een aantal adviseurs hebben, mm-hmm, een stuk of 8. Dat zijn mensen met een psychologische achtergrond. Ja, pedagogisch, ook een geestelijke achtergrond. Ja, mensen met een onderwijsachtergrond. Ja, ze wordt inderdaad geadviseerd worden, ja, als bestuur, mm-hmm, vanuit diverse kanten. En dat de link met de samenleving heel sterk is. Dus we hebben onze sensoren, mm-hmm, in de samenleving om te weten wat er speelt, wat er leeft, ja. Ja, wat de noden zijn. Zodat wij als organisatie de mensen kunnen prepareren. Ja, we trainen de coaches. En wat heel uniek is, is dat de coaches ook aan zichzelf werken. Zo. Dus elke vrijwilliger, die werkt ook aan zichzelf. Mm-hmm. En dat doen we door een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Oh, okay. Dus elke persoon, ook ik, heb een persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo'n win-win situatie. Ja, inderdaad. Het is belangrijk om een stukje zelfreflectie te doen. Dat is iets wat een groot probleem is in Suriname. Mm-hmm. Een stukje zelfreflectie, in de spiegel kijken, wat ben ik mee bezig, mm-hmm, ja, wat kan beter. Dus dat doen we inderdaad en daardoor groeien we. Dus dat is een win-win situatie. Ja, tuurlijk. Want als je je eigen tekortkomingen ook kent en onderkent, dan kun je makkelijker met de anderen omgaan. Ja, inderdaad. Nou, dat is mooi. Klopt. Maar zijn het alleen vrijwilligers of zijn het betaalde werkers? We hebben een aantal betaalde werkers. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld onze trainingen verzorgen. Okay. Ja, die worden ingehuurd om de training te verzorgen. Bijvoorbeeld aanstaande woensdag een training die heet Coaching Skills. Mm. Want coaching skills zijn noodzakelijk. Dus niet alleen. Dan voor wie is die training bestemd? Oh, bedoeld voor leerkrachten, maar ook jongeren, coaches, dus mensen die coach willen worden, mm-hmm, ja, vertrouwenspersonen, adviseurs. Dus eigenlijk alle mensen die met anderen te maken hebben, die kunnen die training volgen. Dus hebben we 2 trainers die dat verzorgen. Ja, die worden wel betaald, we moeten die inhuren, mm-hmm, om periodiek die training te verzorgen. Ja, de mensen krijgen ook materiaal. En daarnaast gaan we de training ook verzorgen voor het bedrijfsleven. Want we hebben gemerkt dat mensen die een baan hebben, ook bepaalde skills kunnen verbeteren. Mm. Ja, want we zien bijvoorbeeld bij Telesuur is er ook een vertrouwenspersoon. Die je kunt daar met klachten van allerlei, weet je, aard, of iemand seksueel getinte opmerkingen maken je daar terecht. Maar ook discriminatie en dat soort zaken. Ja, dus cruciaal dat zulke mensen trainen jullie? Ja, inderdaad. Die worden getraind door ons. Ja, zodat ze in staat zijn om het personeel te begeleiden, te ondersteunen. Want die uitlaatklep die is nodig, gezien de economische spanningen die er zijn op dit moment, economische ontwikkelingen, is er een uitlaatklep nodig. En dan kan een vertrouwenspersoon een hele goede rol in vervullen. Okay. En die mensen trainen wij. Dus bedrijven kunnen ons benaderen hiervoor om een training te plannen. We hebben een jaarplanning op de website. Maar verder kunnen wij ook in-house zo'n training verzorgen op maat voor de organisatie. No. Want we merken dat well-being een belangrijk agendapunt is voor werkgevers. Ja, het welbevinden van de medewerkers op de werkvloer, mm-hmm, mm-hmm. Ja, de aandacht voor de mensen, informeren hoe het met ze gaat,
En als er issues zijn, tijdig ingrijpen. Heel belangrijk. Ja, zodat je inderdaad dingen als verzuim kan minimaliseren. Precies. En dat mensen lekker in hun vel zitten. Want daar gaat het om. Dus wat wij bieden, is werken langs een aantal kernwaarden als FMF. Mm-hmm. Namelijk onvoorwaardelijke liefde. Het is belangrijk om te gaan voor elkaar, het commitment te hebben. Daarnaast hebben we motivatie als kernwaarde. Mm-hmm. Want de coach die moet dus gemotiveerd zijn om anderen te kunnen motiveren. Als derde hebben we discipline. Ja, de mensen die wij aannemen als coach of transpersoon, die hebben een bepaalde mate van discipline. Omdat ze dat over moeten brengen aan de jongeren. Ja. En als vierde hebben we geduld. Want het is zo dat wij hebben zo'n 3 tot 9 maanden de tijd om de jongeren te laten veranderen. Mm-hmm. Dus die tijd die nemen we ook echt. En we werken op basis van een begeleidingsplan. Dus niet in het wilde weg, mm-hmm. maar op basis van een begeleidingsplan. Zodat de mensen die betrokken zijn, dus de ouders, de jongeren, de coach, vertrouwenspersoon en degene die de coachrol gaat overnemen, ook kunnen meekijken wat de planning is. Nou, geweldig. You got it all figured out. Ja, we doen ons best. Ja, we doen ons best om een extra mijl te gaan. Dat is eigenlijk het kenmerk van Father Mother Figure. Mm-hmm. Ja, we gaan een extra mijl, inderdaad. We willen het verschil maken. We hebben een slogan, lead by example. Ja, dat werkt. Ja. Mag ik u feliciteren met 3 jaar Father Mother Figure, op weg naar 5? Ja, we gaan door. We gaan door 2 jaar dan spreken we u weer, want dan zeggen we, u heeft al echt een mijlpaal bereikt. Ja. Maar in elk geval voor deze 3 jaar, u bent tevreden, u doet het goed, u bent op de goede weg. Ja. Onze jongeren hebben nog een kans. Ja, zeker. Zeker. Heel hartelijk bedankt en heel veel succes. Dank u wel. Nou kijkers, dat was het gesprek met de heer Henk Redmon. Hij is directeur van de stichting Father Mother Figure Suriname. En u heeft het gehoord, deze stichting timmert nu al 3 jaar aan de weg. Ze gaan een feestje bouwen zondag. We zijn niet uitgenodigd hoor, maar we gaan toch. Is het... Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Felicitaties. Er moeten meer van deze stichtingen zijn. Vooral als het gaat om onze jongeren. Die aandacht besteden aan de jongeren. En die ervoor zorgen dat onze jongeren niet verloren gaan. Maar u gaat niet weg, want straks zijn we er weer met het andere onderwerp. Tot dan.